8 uit de vorige klasse. En 5, 33. Ja. En dan kijken we naar de vrije standaardklasse. Daan Zwanenburg aan de leiding met startnummer 61. Dankjewel. En nou, die is dus op het raar in met zijn golf. En dat gaat goed. Tweede plek voor Piet van Dijk met de Volkswagen Kever. We zitten een Volkswagen blok achter ons. Maar wat dat nou precies de ding is, die weet maar wat voor. Een en ander opgeboord gaat bloedhard. Het jarenlang in de kleuren rondgereden van Herbie. Maar dat, uiteindelijk werd hij kanariegeel en nu is hij in één keer weer blauw. Ach ja, oftewel de Herbie zal geen kwaad sturen. Daar waren we aan de leiding met deze plek. Deze plek Piet van Dijk. Derde plaats voor Jeremy Nam uit Kamerik. Jeremy Nam is een vrije standaardklasse. Vierde plek voor 264, Jos Constable. Er is een lelijk knikje daar, net voor die tweede bocht. De zuiveren de wagen komt daar op doorheen. Afhankelijk van het knikken. Daan Zwanenburg nog steeds aan de leiding, tweede plek Piet van Dijk. 61, 54. Jeremy Napp op de derde plaats. Jos Constable daar vlak achter aan de binnenkant. Gaat hij daar die derde plek betreden? Ja hoor. 264, Jos Constable pakt de derde positie. En gaat proberen op te kunnen. Jeremy Napp moet een beetje ruimte maken voor Jos Constable. En misschien zelfs wel voor start nummer 8 aan de C. Daar heeft nummer 2 nog geen zin in. Daar waren we Jan van de leiding, Piet van Dijk ook. Maar Jos Constable met 264 komt er langzaam maar zeker dichterbij. Achter wiel aangedreven ten opzichte van voorwiel aangedreven. Hij zit er al naast. Maar hij komt er nog niet voorbij. Ik denk dat Jos van de bochten moet hebben, want op het rechterstuk is Piet van Dijk sneller. Dan gaat hij aan de buitenkant. Dat lukt het niet. Piet van Dijk houdt moedig stand en heeft een tweede plek. 54, 264 aan de overkant. In Conclaaf. Op die tweede plek. Nog steeds in het voordeel van Piet van Dijk. De herhaling is Piet van achteruitrijden en caravan racen. We zien hier daarna Pieter van Dijk nog een keer voorbij komen. Op televisie. En hij rijdt nog steeds autocross. Dat deed hij toen al in de jaren 70. En dat doet hij nog steeds. Daar waren we nog drie aan de leiding. Piet van Dijk, tweede plek, Jos Constable.